Het Leger des Heils heeft vandaag haar Cashpot in actie gelanceerd. Elk jaar is de opbrengst van deze actie bestemd voor seniorenburgers, minder validen en minder bedeelden. Bij de lancering van het jaarlijks terugkerende project heeft het Leger des Heils van enkele organisaties en individuen donaties ontvangen. Fatum gaf 5000 SRD, terwijl Ben Oliveira 2000 SRD heeft gedoneerd. Ook willen andere organisaties samenwerken, zodat meer mensen geholpen kunnen worden in deze periode. De leider van Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Esther Wey, heeft ook een donatie gedaan in de vorm van 150 voedselpakketten. Verwij kijkt uit naar meer gelegenheden om samen met het Leger des Heils projecten uit te voeren. Ik zou ook graag anderen die kijken en die niet hier zijn, willen aanmoedigen om, hoe klein het ook mag zijn, om te doneren, om te geven. Geef en zie niet om. Er zijn velen die gezegend worden door uw donatie. En veel kleine donaties bij elkaar zal één groot zegen brengen. Dus vraag ik u om ook dit jaar het Leger des Heils te ondersteunen. Als u ze op straat ziet met hun ketelpot of via de bankrekening, doet u dat. En ik weet dat het goed zal komen. In alles wat goed gebeurt, is er soms tegenstand of tegenspoed. De hele pandemie is een grote tegenspoed. Maar deze pandemie heeft ons geleerd dat zelfs alle rijkdom niets is. Maar het belangrijk is wie wij zijn. Felix Thomas, districtcommandeur van het Leger des Heils, gelooft dat de organisatie dit jaar een grotere bijdrage kan binnenhalen voor het lenigen van de nood van de gemeenschap. It is the year I believe we will do more. People like Ben Oliveira, how can we stop while he is willing to make that sacrifice to join us to give? The ban, they come, some of them live there, they work this morning. They ask permission to come. These are working individuals. We do it on Friday. It's a sacrifice they make to be here. And a lot of you come to see exactly how we're going to do it. But also, I want you to join us in meeting the needs of the less fortunate. I'm not going to give a target as we do every year. Let it work. Let's see how it is coming. Let's put it out there and see exactly how the people will respond. Felice Thomas, districtscommandeur van het Leger des Heils. De lancering van de cashpottenactie heeft vanmorgen voor het eerst plaatsgevonden in het hoofdkwartier van het Leger des Heils aan de Henk Aronstraat.